En lieve mensen, zoals altijd hebben wij ook een columnist die een column voor ons zal voordragen. En deze keer gebeurt dat door Odette Bruls. En zij is docent marketing aan de Tilburg School of Management and Economics. Een hartelijk applaus. Bent u ook zo iemand die probeert gezond en duurzaam te leven? Ik wel. En ik heb er ook nog wel een beetje verstand van waar ik dan op moet letten bij het maken van keuzes, denk ik. Maar net als vele anderen maak ik regelmatig, goed bedoeld, toch een foute keuze. Bijvoorbeeld laatst in een ruim gesorteerde boerderijwinkel. Ik keek mijn ogen uit. Zoveel lokale en verse producten en planken vol met ingepotte, ingeblikte en ingezakte producten voor de voorraadkast. We kochten onder andere voorgekookte bietjes. Maar eenmaal thuis viel mijn oog op de verpakking. De bietjes kwamen uit Oost-Europa. Niks Hollandse bodem, wat voelde ik me bekort. Dan denk je in een volledig lokale winkel te staan, blijk je er toch met een loep doorheen te moeten gaan. Want omdat ik in een boerderijwinkel was, ging ik ervan uit dat alle producten van de boer zelf of uit de directe omgeving kwamen. De boerderijwinkel fungeerde dus als een signaal voor lokaliteit voor mij. En het zijn dit soort signalen die mensen dagelijks gebruiken om snel keuzes te kunnen maken. Want we hebben helemaal geen tijd om met die loop door de winkel te gaan. Dan doen we de hele dag over een simpele boodschappentrip. En toch slagen we erin om in een half uurtje een hele berg boodschappen in te slaan. Om in een split second te beslissen wat we allemaal eten en drinken gedurende de dag. Dat lukt dus omdat we gebruik maken van simpele beslisregeltjes. Signalen noem ik die. Zoals mijn interpretatie dat je in een boerderijwinkel alleen maar lokale producten koopt en dus duurzaam bezig bent. Maar deze signalen zijn dus niet altijd betrouwbaar. Laten we eens een tweetal voorbeelden bekijken van goed bedoelde, foute keuzes waar collega's van mij onderzoek naar deden. Stel, je wil een beetje op je gewicht letten. Je komt bij de bakker en daar zijn je favoriete worstenbroodjes in de aanbieding. Je kunt ze niet weerstaan. Een volgende dag zijn er broodjes bij de werklunch. Zo lekker, je neemt er eentje extra. En weer een andere dag spreek je af in het café met een goede vriend of vriendin om bij te praten onder het genot van een paar of wat meer lekkere drankjes. Misschien nog een portie bitterballen erbij. Ach, het is vrijdagavond, even ontstressen van de week. En zo gaat het maar door. Zo kan er zomaar elke dag wel iets anders zijn. Iets wat je maar af en toe eet. Het verkeerde signaal dat hier van toepassing is, is ik eet dit maar af en toe. Daar kan ik toch niet dik van worden. Maar vergelijk het eens met een situatie waarin je elke dag een worstenbroodje zou eten. Dan zou je wel denken, oef, zo vaak een worstenbroodje, dat zijn veel calorieën. Misschien moet ik dan in elk geval later op de dag wat minder eten om te compenseren. Want dat is namelijk wat mensen meestal doen bij iets wat ze wel regelmatig eten. Dan zijn ze zich meer van bewust van het aantal calorieën en compenseren ze hiervoor later op de dag. Maar als het iets is wat mensen maar af en toe eten, blijken ze het aantal calorieën te onderschatten, zelfs grotere porties te nemen en hier vervolgens ook niet voor te compenseren. Goed bedoelde, foute eetkeuzes. Een heel ander voorbeeld. Wat is duurzamer? Een papieren of een plastic verpakking? Waarschijnlijk denkt u nu een papieren verpakking natuurlijk. We hebben inmiddels redelijk ingepeperd gekregen dat plastic fout is en papier veel beter. We hebben niet voor niets papieren rietjes, al moet je je drankje wel erg snel opslurpen om te voorkomen dat dit papieren rietje een papperig rietje wordt. En onderzoek van een andere collega bevestigde dat deze signalen plastic is fout en papier is goed inderdaad stevig ingebakken zijn. Zelfs zo goed dat wanneer onderzoeksdeelnemers konden kiezen uit een muslireep verpakt in plastic, naast een muslireep in datzelfde plastic, maar daaromheen nog een extra kartonnen wikkel, mensen eerder voor die laatste kozen. Want ja, papier is goed. Maar dan heb je dus gewoon nog meer verpakking. Hoe bizar is dat? Een goed bedoelde, foute verpakkingskeuze. Deze onderzoekers vonden nog wel een oplossing voor dit euvel. Ze plakten een stickertje op de muslireep die alleen in plastic verpakt was, met de tekst: dit product zit in een minimale verpakking. Mensen kozen vervolgens terecht de verpakking met alleen het plastic. En dit soort signalen op verpakkingen, zoals die sticker, zien we steeds meer.
Denk aan duurzaamheidslogo's en gezondheidslabels, zoals de nog vrij nieuwe Nutri-score. Maar zaligmakend zijn die ook niet. De cacaobonen van de als duurzaam gelabelde chocola komen nog steeds van over de oceaan. En ze kunnen zelfs misleidend zijn, want groentechips met een groene Nutri-score is echt niet veel beter dan ordinaire aardappelchips. Wat dan nu te doen met al die signalen? De signalen die we onszelf aanleren, zoals als ik bij een boerderijwinkel koop, dan ben ik duurzaam bezig. De signalen die we aangeleerd krijgen, zoals papier is goed en plastic is fout. En de signalen die we op verpakkingen zien, die ons soms zelfs kunnen misleiden. We zullen ze blijven gebruiken. We moeten ze wel blijven gebruiken. Want zoals gezegd, we hebben geen tijd en ook helemaal niet de kennis om elke keuze uit te pluizen. Ze helpen ons om zoveel mogelijk goed bedoelde, goede keuzes te maken. Maar het kan dus geen kwaad om af en toe jezelf eens af te vragen waarom je op een bepaald moment een keuze maakt. Welk signaal gebruik je? En klopt dit? Maak je hier inderdaad de goed bedoelde, goede keuze? Of misschien toch een goed bedoelde, foute keuze? Dus eigenlijk, beste mensen, zou ik willen zeggen, zoek het maar uit.